Jij deelt één jongen met twee meisjes. Oh. Oh. Oké. Okay. Playboy boy. Ook 9. Yo mensen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering. Mijn naam is Emilio. Vergeet mij even niet te volgen op social media. Wat wacht je? Wat wacht je op? Dit is... Trias VMBO. Ja toch, Trias, laat je even horen dan. Oké, broer, de vraag van de dag is heel simpel. Hoe ziet jouw dromenvrouw eruit? Ik heb geen... Ik weet niks te zeggen. Je loopt weg, hè? Ja. En jij? Goed innerlijk en gewoon een beetje stevig, niet al te dun of zo. En gewoon aardig. Dat was het? Ja. Weet je zeker? Ja. Heb je ons alles verteld? Ja. Hij is een kleine broertje. Maar wat is een afknapper bij dame voor jou dan? Roken. Alleen roken? Ik weet niet, maar gewoon roken en snus. En wat? En snus. Doe jij geen snus? Nee. No. Ik ben 13. Ja? Maar zijn er wel mensen die doen toch? Ja, er zijn wel mensen die het doen, ja. Wat heb je te zeggen tegen die mensen? Je moet zelf weten of je het niet doet of wel doet. Je moet niet bang zijn, moet je gewoon eerlijk zeggen. Stop gewoon. Stop gewoon. Ja, toch. En jij, wat is een afknapper bij dame voor jou? Nee, ik weet nog steeds niet. Ja. Wat is jouw boodschap voor de leerlingen die hier op jouw school willen komen dan? Gewoon goed studeren. Goed studeren. Ja. En goed je best doen. Nooit naar deze school komen. Wat dan? Nooit naar deze school komen. Waarom? Kutschool. Nee. Bro, wat zeg je allemaal? Kutschool. Hoe doe je dat is kutschool? Docent zijn kut. Wat is een afknapper bij dame voor jou? Roken. Alleen dat? Ja. Hoe ziet jouw dromenvrouw eruit? Kleiner als jou. Nee, kleiner als mij. Wat zei je? Hoe ziet jouw dromenvrouw eruit? Bruin haar, bruin blond en dan blauw-groene ogen. Dat? Blauw-groene ogen. Weet je dat? Welke cijfer geef je aan je schoolschaal 1 tot 10? 6. Slechte school, maar je geeft toch wel 6. Ja, net een voldoende. Net een voldoende. Sommige docenten zijn wel te doen. Wie is jouw favoriet docent? Meneer Van der Wielen, geen docent. Van de wat? Meneer Van der Wielen, geen docent. Van der Wielen? Ja. Oké. Okay. Jij, wat? Brabander. Brabant. Hij is een Brabant. Wie is jouw favoriet docent op die school? Ik denk meneer Nijntjes, die net in die auto daar zat. Hij is aardig en hij is chill. Alleen... Ja, dat wel. Hij is wel raar, maar hij ziet zeg maar niet als je weggaat uit de les. Dus je kan gewoon uit de les gaan. Maar welke cijfer geef je aan je school dan? Schaal 1 tot 10? Gewoon 10. 10? Ja. Waarom? Omdat er altijd herres is. Bro, what are you talking about, man? Ik ben hier vandaag met? Imisha. En? La Chante. Wie? La Chante. La Chante, Chefante bijna. Ken je Chefante? Ja. Zo. Ken je een tune van Chefante zingen? Nee. Maar hoe ziet jouw dromenman eruit dan? Denk brown of dark skin of zo. Met gewoon wees of zo. En? Langer dan ik ben. Ja. En wat nog meer? Gewoon goede innerlijk toch? Loyaal. Gewoon respect hebben voor mijn ouders, voor mijn familie. Wat is een afknapper bij jongen voor jou? Als je rookt en snus en dat soort dingen, denk ik. En wat is een afknapper bij jongen voor jou? Weet ik wel. Een beetje roken of zo. Weet ik veel. Roken? Ja, nee, gewoon nee. Hoe ziet jouw dromenman eruit dan? Ook een beetje zo haartype gewoon. Ja, gewoon bruin of zo. Dus dat is dus slecht dan? Want jullie zijn vriendinnen. Stel je voor dat hij vriendje hebt. Zij vriendje hebt. Misschien val je daarop. Nee, nee. Nee, maar dat kan niet. Heb je oog op iemand hier op school? Nee, sowieso niet. Ik ken deze mensen hier op de school. Ze zien er allemaal uit als bobojantjes. Maar witmans op deze school. Je gaat hier geen echte blakkas vinden. Of alleen verkaaste blakkas. Maar welke cijfer geef je aan je schoolschaal? 1 tot 10? Mijn school. Hey, mijn school is slecht, man. Ik geef het vanaf 1. Ik geef het een 1. En jij? 3. Wow, jullie zijn wel boos, hè? Ik ga niet eens vragen. Ik ga wel proberen te vragen. Wie is jouw favoriet docent hier? Meneer Tahamen, mijn mentor. Je mentor? Ja. En zo naar hem. Ja, echt zo naar hem. Jij? Mevrouw Willers, ja. Mevrouw wie? Mevrouw Willers. Willen? Willers. Volgens jullie, wie is de grootste HC van die school? Hé, hey, grootste HC. Kijk, weet je wat het is? Ik ken niet iedereen van die school, toch? Ik kan niet vooroordelen of zo. So, ik zou het echt niet weten eigenlijk, hè. Ik weet niet. Ik ga niet zo over mensen praten. Nee. Ja, posten. Ah! Oké. Okay. Ja, gewoon niet naar deze school komen. Waarom? Omdat het slecht is en die docenten stinken uit hun mond. Ik ben hier met? Romee. Wie? Romee. Je zegt dat een beetje van Romee. Wat wil je dan? Ja. Maar jij, wie ben jij dan? Giovanni, man. Giovanni? Ja, man. Geef die blik aan die dame dan. Jij bent een playboy boy. Oké. Blik, hè? Maar oké, bro, zie jouw dromenvrouw eruit dan? Weet niet.
Je weet niet? Ja, man. Ja, weet niet. Wij weten het wel allemaal over hem. Afrikaans. Hoe zit zijn dromen, vrouw? Oh, nee. Afrikaans. Wat moet ze hebben? Gewoon boenda, toch? En jij, hoe zit jouw dromen, man, eruit? Beda boy. Wat is een afknappen bij jongen voor jou? Niet netjes zijn, je moet wel netjes zijn. Wat bedoel je netjes? Gewoon niet schelden de hele tijd. Geen straatrat. Wat is een afknappen bij dame voor jou? Gewoon als ze te veel haar heeft. En als ze rookt. Te veel haar. Ja, als ze rookt. En als ze rookt. En als ze rookt. Ja. Maar hoe kom je aan die haren? Weet niet. Moet ze kaal zijn dan? Nee, dat niet. Jij houdt van kale meisjes. Nee, dat zeg ik niet. Hé, zit niet aan mijn kolen haar? Welke boodschap heb je voor de leerlingen die op jouw school willen komen? Niet komen. Jij? Niet komen. Waarom niet? Waarom mogen ze helemaal niet hier komen? Niet echt een hele goede school eigenlijk. Rias is kapot groot. Kijk hoe groot is die school. Genoeg mensen. Oh, te groot. Boys, er is een meisje hier, single, hard gebroken. Hey. Wat is je snap voor die dames? Je gaf ze die blik, bro. Ja toch, jullie hebben net gehoord, de vraag van de dag is eigenlijk, hoe ziet jouw droomman eruit? Ja, gewoon goed innerlijk en liefst krulletjes of zo, weet je. Wat? Mooi. Met krulletjes, dat is mooi. En jij? Gewoon innerlijk en uiterlijk maakt niet uit, maar ik ben nog jong, dus daar denk ik nog niet over na. En het is Ramadan, dat jullie zijn. Maar wat moet jouw droomman hebben dan? Ja, gewoon goed innerlijk. Praat over uiterlijk. Uiterlijk, ja. Het liefst met krulletjes en zo. Gewoon een mooi gezicht. Ik weet niet, ik kan niet goed uitleggen, toch? Wat is een afknappen bij jongen voor jou? Gewoon heel veel roken en zo. Dames en heren, zij is single. En ze zoeken een jongen die, ze weet niet hoe hij eruit moet zien. Dus je weet waar moet je zijn. Slide in de DM, je weet toch? Ze zeggen ja, dus jullie zijn welkom. Ja. Toch? Heb je nog iets te zeggen tegen je ex? Nee, ik heb geen ex, hè. Heb je geen ex? Nee, echt niet. Echt niet? Nee, echt niet. Ja toch, wat is jouw naam? Zat. Zat? Ja. Dus jij bent altijd zielig? Ja, altijd. Altijd? Hoezo? Geen meisjes, man. Ik krijg geen genoeg meisjes. Hoezo geen meisjes? Kijk aan de overkant. Mijn haren. Kijk aan de overkant. Hier. Ah. Wat zie je daar? Lelijk, man. Je ziet een meisje. Nee. Zijn normaal, wat? Gewoon normaal. Normaal. Ja. Welke van de twee zou je eet op dit meenemen? Rechter, man. Waarom niet de linker? Hè? Ik vind haar ogen mooi. Hij wil jou op date. Op date? Nee. Is Ramadan. Vast je? Ja, ik ben moslim. Oh, goed. Hey, welke boodschap heb je voor die moslim die zit te vasten? Maak het af. Je kan het, je gaat halen. Ja toch? Vergeet niet te bidden. Ja toch, niet eten. Niet drinken. Maar hoe ziet jouw dromenman eruit? Met dromen, gewoon iemand die met goede humor. Grappige jongen. Ja, gewoon dezelfde humor. Gewoon dezelfde humor. Ben je grappig? Ja, heel grappig. Nee. Je bent grappig? Nee. Hij is niet grappig, jammer. Oh, jammer. Heb je een vriendje nu? Nee, doe ik niet aan. Wat is een afknappen bij jongen voor jou? Slechte kledingstijl. Lelijke schoenen, blond. Nou, dat. Je hebt lelijke schoenen. Bro, wat is een afknappen bij dame voor jou? Als ze haar heeft, man. Wat? Als ze haar heeft. Haren? Ja. Dus zij moet kaal zijn? Ja. Doe me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. Welke jongen houdt van kale dame? Ik, man. Hoe kwam je daar dan? Ik weet niet. Ik kwam gewoon uit mijn hoofd. Maar hoe zit jouw dromenmeisje eruit dan? Kaal. Hij is nog kaal. En blauwe ogen. Alle kale dames die zitten te kijken, je moet hier zijn. Ja. Je weet het, hij geeft jullie lof. Marco, heb je een boodschap voor de leerlingen die hier op jouw school willen komen? Niet komen. Komen? Echt slechte school, man. Daar is politie. Zeg tenminste, ik wil één iemand die gaat zeggen komen. Wat zei je? Dat is de boodschap voor de leerlingen die hier willen komen. Je moet komen. Ja, toch. Boys, kom is beste school, koude groot. Welke boodschap heb je voor de leerlingen die hier willen komen? Jij? Niet komen. Gewoon niet komen, slechte school dit. Welkom. Nee, niet komen. Hoezo niet? Gewoon een slechte school. Kunnen ze? Nee man, ze moeten naar een betere school. Dus je mag gewoon niet hier komen, jongens. Waarom mag je niet hier komen? Vertel. Deze docenten zijn irritant. Die docenten zijn irritant. Als deze docenten niet op deze school waren, was dit gewoon een topschool geweest. Want je ziet hoeveel mensen op deze school zijn, toch? Heel veel mensen moeten hier naartoe komen. Alleen,
als je van Erita de docent houdt. Wie is jouw favoriet docent hier dan? Mevrouw Linde. Linde. Ja. Mevrouw Linde moet bloemen krijgen. What? Niet per se bloemen, maar ze is gewoon aardig. Wanneer ze geen les geeft, heeft ze gewoon is ze gewoon een topdocent. Ze is gewoon de beste docent. Oké, ik ben hier vandaag met Ferdi. En? Mohammed. En? Sarah. En? Redena. Kassijpen, geef je haar. Haar. Ja. Goeie, voldoende. Voldoende, wat is voldoende? 8 of 9. 9? Ja, kan. Dan geef je gewoon 9. En welke cijfer geef je hem? Hij geeft jou 9, hè? Dan moet je even nadenken. En ook 9. 9. Wat jij? Je krijgt ook 9. Als je een opening zin voor deze chick zou brengen, toch? Welke zou je brengen? Ik zou gewoon normaal praten. Ik heb geen opening. Nee, opening zin. Eén opening zin. Heb ik niet. Nee. Laat die meisje me niet. Nee? Je gebruikt nooit opening zin. Nee. Ja, lof. Jij bent slim, je begrijpt het. Ja, opening zin is niet voor ons. Maar hoe ziet jouw droomvrouw eruit? Zeg gewoon wat ik wil horen. Gewoon mooi. Zij kan gewoon Redena zeggen hoor. Nee, je moet ze moet kunnen koken, oké? Okay? Dat is. Ze moet kunnen koken. Ja. Je houdt van eten. Ja. Ja, ik mag jou echt, hè? Ik mag jou echt, broer. Ja, zonder eten, wat ga je doen? Ja, broer, je hebt het nodig. Je hebt het nodig. Hij is gay, hè? Wat? Ah! Wat? Okay, cap. Nee, dat is cap. Dat is cap. Hij heeft nog een vriendin. Je zegt net, ik heb vriendin en ineens ben ik gay. Zei ik dat? Ik zei niet dat jij vriendin had, hoor. Dat was iemand het wel. Jij deelt één jongen met twee meisjes. Oh! Wat? Hij wordt geklapt door zijn vriendin. Wat zegt zij? Hij zegt net zelf, ik word geklapt door mijn vriendin. Ik hoor in mijn oor Justin Lover. Ja! Ben je Telegraaf? Ja, ik ken iedereen. Oké, okay, ik ga jou nu openen, Telegraaf. Wat weet je over... Kijk, ze is ex van Justin. Ze hebben pauze genomen, toen gingen ze weer... Dus jullie delen... Nee, oké, wat weet je over haar? Nee, grapje. Hij wordt niet bedreigd. Nee, grapje. Telegraaf. Hij wordt bedreigd. Thank you. Dames en heren, vergeet even niet te abonneren. Ik heb net klap gekregen. Elke keer dat ik krap krijg, moet je even abonneren. Je weet toch? Dank je, man. En belletje. Wacht. Is nog niet klaar. Sluit. Nou, dames en heren, leuk dat jullie kijken naar onze video. Abonneren. Like deze video. Ja toch. En belletje. Je weet zelf. Ja toch. Deel met je hond, de kat, alles wat je wilt delen. Thank you. En we gaan vandoor.